Ik ben Dirk Wijndalen, nucleaire deskundige, 52 jaar jong, vader van twee kinderen, Elise en Pieter-Jan, vierde Vlaming, sinds 2008 actief als nucleaire geneeskundige in Nederland, op dit moment werkzaam in het Catharinus ziekenhuis in Eindhoven. Bijzondere interessegebieden de nucleaire cardiologie en de prostaatkanker imaging en therapieën. Ik ben sinds kort toegetreden tot het bestuur, sinds de algemene ledenvergadering van 20 april laatstleden. Dit is een vereniging met heel wat uitdagingen naar de toekomst toe en graag zet ik daar mijn schouders onder. Op dit moment worden de taken denk ik nog verdeeld, rekening houdend met de nieuwe samenstelling van het bestuur. Maar er zijn wellicht meerdere elementen die in dit werk die mij bijzonder kunnen boeien. Zoals bijvoorbeeld samenwerking met de radiologie of zoals bijvoorbeeld de internationale contacten met andere verenigingen.